Carlo. Goedenavond, beste pottenkijkers. Vanavond maken we iets heel lekker klaar. Namelijk gevulde kalkoen met van alles daarin. Maar wat hebben wij daarvoor nodig? Om te beginnen een grote kalkoen die je natuurlijk al volledig gepluimd hebt, zodat je ze snel kunt opvullen. Dat is handig om tijd te besparen. Als je dat gedaan hebt, dan kun je de kalkoen opvullen met alles wat je lekker vindt. Een appelke. Een boterhammetje met choco. Een beetje sla. Een croque-monsieur. Een confituurstaartje. Oh, nog een beetje slagroom. En als de kalkoen klaar is, is het smullen geblazen. Het enige probleem natuurlijk om aan al dat lekkers te geraken is dat je de kalkoen moet wegsmijten, hè. Oh ja, want ik mag geen kalkoen.